een aflevering die gaat over duurzaam reizen kan de elektrische auto natuurlijk niet ontbreken. Het is de toekomst, maar het is ook nog volop in ontwikkeling. Daarom komen er langs de snelweg steeds meer snellaadstations, zoals deze hier. Nou, ik rij zelf nog niet elektrisch, maar ik laat me graag informeren. Daarom heb ik vandaag afgesproken met Luc van Fastned. Hij kan mij hier meer over vertellen. Maar ik drink eerst nog even mijn koffietje in. Hoe lang rij jij al elektrisch? Ik rij nu 5 jaar elektrisch. Ja, ik rij zelf nog niet elektrisch, maar waarom vind jij dat meer mensen dat zouden moeten doen? Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we zo min mogelijk CO2 uitstoten. En ongeveer 19% van de CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig vanuit de sector mobiliteit. Dus als we daar de CO2-uitstoot verminderen, dan helpt dat om klimaatverandering tegen te gaan. En een benzineauto stoot een stuk meer uit dan een elektrische auto. Die stoot namelijk niks uit. Daarom moeten we allemaal elektrisch gaan rijden. Ja, want die CO2-uitstoot is natuurlijk helemaal niet goed voor het milieu. Nee, dat klopt. En uiteraard bij het produceren van een elektrische auto komt er ook CO2 vrij. Maar in het gebruik zal de auto niks uitstoten. Door bijvoorbeeld stroom te leveren aan een elektrische auto uit hernieuwbare bronnen, zoals zon of wind, zal de auto niks uitstoten. Ja, en over dat laden gesproken, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Nou, dan laat ik het je even zien. Oké, dankjewel. Nou, welkom op het laadstation. Ja, dank je. Dit station heeft 8 ladeposities waar elke auto kan snel laden. Wie komen hier zoal? Verschillende mensen uiteraard, maar over het algemeen mensen die niet gebruik kunnen maken van hun opladen op hun eigen oprit. En dus afhankelijk zijn van openbare infrastructuur, zoals dit soort snellaadstations. Maar ook mensen die op doorreis zijn. Ja, en wat is nou precies het verschil tussen snel laden en langzaam laden? Je hebt AC laden en DC laden. AC laden doe je meestal thuis en DC laden doe je langs de snelweg of op drukke locaties. En op dit station doen we enkel aan DC laden, wat snel laden is. En AC laden is langzaam laden. Wisselstroom komt van het net, daarmee laad je je auto op. Maar dat moet omgezet worden naar gelijkstroom. En op dit station doen we dat voor jou en daardoor kun je dus sneller laden. Hoe lang duurt snel laden ongeveer? Ik kan ongeveer in een kwartier tot 300 kilometer bijladen. Maar het is natuurlijk afhankelijk van wat voor auto je rijdt en wat voor snellader je gebruikt. Zal ik je even laten zien? Ja, graag. Dankjewel. Dan pakken we de app erbij. Selecteer je stekker en steek de stekker in het voertuig. Mega handig. Ja, top. Nou, is die al vol, Luc? Even kijken. Ja, hij is ready om weer te vertrekken. Top, je kan weer even vooruit. Yes. Hey, hoe doe je dat nou als je op vakantie gaat? Er komen steeds meer snelladers bij langs de Europese wegen. Dus je hoeft je in principe niet meer druk te maken of je ergens kan snelladen. En er is een nieuwe wetgeving van de Europese Unie dat om de 60 kilometer moet er snellaadinfrastructuur staan. En dat wordt nu uitgerold. Oh, perfect. En hoe doe je dat dan? Plan je dat van tevoren? Ja, we raden het je wel aan om de route even van tevoren te plannen. Dat kan met verschillende apps. En hij toont precies hoe lang je moet laden en hoe lang je daar moet wachten. En hoeveel percentage je erbij krijgt. Kan je hem even laten zien? Ja, leuk. Dankjewel. Okay, we plannen een route naar Zwitserland-Basel. Vanuit deze locatie met deze auto. En dan plant hij de route voor je. Dus je ziet dat hij hier goed. Verschillende stops meeneemt. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is het gaspedaal indrukken en laden onderweg. Nou, Luc, dankjewel voor vandaag. Ik ben weer een stuk wijzer geworden. Fijn. Zal ik je meteen een lift geven naar je volgende locatie? Ja.